Omstreeks 1330 bestempelde de Antwerpse schepenklerk en dichter Jan van Boendalen zijn Vlaamse collega Jacob van Maarland als zijn belangrijkste voorganger. Maar hoe bekend, of misschien zelfs hoe populair, waren Maarland en zijn werken in diens eigen tijd? Daarover weten we niet veel. Opdrachtgevers zoals Albrecht van Vorne, graaf Floris V. En de Franciscanen in het verre Utrecht wisten de Vlaming in elk geval te vinden. toen zij een dichter zochten. Of was het andersom? Ging het initiatief om een Latijnse of Franse tekst te vertalen en te bewerken in het Nederlands. in werkelijkheid toch vooral uit van de dichter die op zoek was naar een broodheer? Ook over de ontvangst die zijn werken kregen valt nauwelijks iets te zeggen. Alleen over zijn Rijnbijbel meldt Marland zelf dat die tekst zo'n dertien jaar na voltooiing wijd en zijd bekend is. Ik kom daar straks nog even op terug. Een andere benadering om iets te achterhalen over de bekendheid van Marland en zijn werken is te kijken naar de handschriften met zijn teksten. Het is heel zinvol om na te gaan hoeveel handschriften er van elke tekst geweest zijn. En ook willen we graag weten waar en wanneer die handschriften gemaakt zijn. Naast het aantal speelt ook de aard of de status van een handschrift een rol. Zijn het eenvoudige boeken of zijn het juist rijk versierde stukken? Met zulke informatie kunnen we bij benadering de productie van Maarland-handschriften in kaart brengen: chronologisch en geografisch, kwantitatief en kwalitatief. Misschien kunnen we ook iets zeggen over het milieu waarvoor de boeken gemaakt werden: de burgerij, het klooster of de adel. Dergelijk onderzoek is in volle gang. De voorlopige cijfers kunnen in een tabel worden getoond. Opvallend is dat van Jacobs latere werken, waarin hij vooral kennis aanbiedt, zoveel meer complete en thans helaas fragmentarische handschriften geweest zijn dan van de werken uit de eerste helft van zijn carrière. Pas wanneer we een totaalplaatje van de handschriftelijke overlevering hebben, kunnen we misschien daarvoor een afdoende verklaring geven. En hoe komt het dat van zoveel Middel-Nederlandse handschriften slechts fragmenten zijn overgeleverd? Boeken verouderen en mensen kunnen niet alles bewaren. Een heel normale fase in het bestaan van een middeleeuws handschrift is dat het na verloop van tijd niet of nauwelijks meer gelezen of gebruikt wordt. En dan neemt de kans toe dat een boek wordt afgedankt. Soms is alleen de aanwezigheid van een fraaie decoratie en van miniaturen de reden om een handschrift toch maar niet weg te doen. En dat is vast de verklaring voor de relatief grote aantallen geïllustreerde handschriften met Marlands Der Nature Bloemen en zijn Rijnbijbel. Afgedankte boeken van papier die hadden niet veel waarde. Door bladen papier op elkaar te lijmen kon men een soort karton maken dat voor een paar doelen bruikbaar was. Was een handschrift echter op perkament geschreven, dan waren er veel meer mogelijkheden tot hergebruik. Vooral in de 15e tot en met de 17e eeuw hadden boekbinders geld over voor een afgedankt perkamentenboek. Een simpele omslag voor een paar katernen met literaire teksten, voor archivalia of rekeningen, zo'n omslag van oud maar sterk perkament was in een handomdraai gemaakt. Vooral in banden om gedrukte boeken. Verdween heel wat perkament als verstevigingsmateriaal. En net zoals nu gingen ook vroeger bij verhuizingen boeken mee naar de nieuwe woonplaats van hun bezitters. En daardoor raakten middeleeuwse handschriftenfragmenten die in de banden zaten over de hele wereld verspreid. Maar ook boekbanden hebben niet het eeuwige leven. Na verloop van tijd is een nieuwe band noodzakelijk. De kapotte band wordt verwijderd en dan komt het daarin verwerkte middeleeuwse perkament weer aan de oppervlakte. Vaak staat er tekst op die perkamenten, bladen en snippers. Gewoonlijk in het Latijn, maar af en toe ook in een volkstaal zoals het Middelnederlands. Passen die fragmenten nog aan één, dan kan de hoeveelheid tekst aanzienlijk oplopen. Soms levert dat een compleet blad op... Uit bijvoorbeeld een spiegelhistoriaal handschrift. En zelfs kleine snippers perkament kunnen heel waardevol blijken. Deze fragmentjes met verzen uit de Rijnbijbel zijn de schamele resten van één handschrift. Maar ze tellen wel mee als we het totaal aantal Rijnbijbelhandschriften willen bepalen. De overzichtstabel bevat voor Der Naturen Bloemen en de Rijnbijbel. Alleen aantallen voor de complete handschriften. Van die teksten zijn ook flink wat fragmenten bewaard gebleven. Maar niemand heeft nog vastgesteld tot hoeveel handschriften die stukken ooit behoord hebben. Daarnaar wordt inmiddels onderzoek gedaan. Alleen voor de Spiegelhistoriaal is de overlevering uitgezocht. Boekarcheologisch onderzoek van zo'n 250 fragmenten. Met passages van deze wereldgeschiedenis leerde onder meer dat er 45 thans fragmentarische spiegelhistoriaalhandschriften zijn geweest. Tellen we daarbij de drie volledig bewaard gebleven handschriften op, dan komt het totaal op minimaal 48 handschriften. En dat is heel veel, vergeleken met bijvoorbeeld de overlevering van de Middel-Nederlandse ridderepiek. Bij de ridderromans is het gereconstrueerde aantal handschriften meestal te tellen op de vingers van slechts één hand. Aan de andere kant vallen die 48 handschriften ook wel weer mee, als we kijken naar de vele handschriften met religieuze en devote inhoud, om uit te zwijgen van de duizenden getijden- en gebedenboeken. Ook is nagegaan waar en wanneer die spiegelhistoriaal handschriften gemaakt zijn. Uit dialectonderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de meeste exemplaren in Vlaanderen geproduceerd zijn. Minstens 30 van de 48. Dat is een uitkomst die niemand verbaasde omdat Vlaanderen een heel productieve literaire regio was. Opmerkelijk is wel. Dat geen enkel handschrift voor het jaar 1300 gedateerd kan worden. Tenminste 34 handschriften moeten in de eerste helft van de 14e eeuw geschreven zijn, waarvan maar liefst 22 in het eerste kwart. Na het midden van de 14e eeuw nam de productie sterk af. Ook onder de bewaard gebleven handschriften van Der Naturen Bloemen en de Rijnbijbel. Zijn exemplaren van voor 1300 zeldzaam. En toch schreef Marland, zoals gezegd, dat de Rijnbijbel in zijn tijd alom bekend was. Vermoedelijk werd die tekst geheel of gedeeltelijk vooral veelvuldig voorgelezen. Op die manier kon met een klein aantal handschriften toch een groot publiek bereikt worden. Samenvattend we wisten al dat Jacob van Marland de meest productieve middel-Nederlandse auteur van de 13e eeuw was. En als we naar de handschriften kijken, dan wordt nog iets anders duidelijk. Het lijkt er sterk op dat de 13e eeuwse dichter Marland in de eerste helft van de 14e eeuw nog bekender is geweest dan tijdens zijn leven. En dat vooral de werken waarin hij kennis aanbood toen. Op ruimere schaal gelezen werden dan voordien.